Na de laatste ijstijd ontstond in een gat van de Utrechtse heuvelrug bij Leersum een veengebied dat in de vorige eeuw na uitbaggering veranderde in een drietal plassen waarin voorjaar en zomer duizenden kapmeeuwen komen broeden. Het Leersumse veld, zoals het gebied heet, is eigendom van Staatsbosbeheer. En het is in zoverre uniek dat men de nesten hier heel dicht kan benaderen. Onder normale omstandigheden vindt men in elk nest 3 eieren en enkele maal 4. Zo omstreeks eind mei, begin juni melden zich na een broedtijd van 3 weken de eerste jongen. Elders bevinden eerder geboren kuikens zich al op het water. Onrustig vliegen de ouderparen boven de nesten, nu ze wachten moeten tot de eerste opnamen van de pasgeborenen gemaakt zijn. De kapmeeuwen ontlenen hun naam aan de bruine kap die ze in het voorjaar krijgen als teken dat ze broedrijp zijn. Dat geldt zowel voor het mannetje als het vrouwtje die elkaar bij het broeden dan ook afwisselen. De donskuikens gaan eigenlijk alleen maar te water als er onraad is. Oudere familieleden mogen dan al heel parmantig rondzwemmen. Als beginneling krap je je toch wel even achter de oren voordat je de grote sprong waagt. Maar goed, als pa en ma dan blijven roepen, dan gaan we. In de gemeenschap vallen de grote jongen op doordat ze nog geen kap dragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote stormmeeuw en de mantelmeeuw die dicht bij zee blijven, broeden de kapmeeuwen in het algemeen aan zoetwatermeren. Vandaar vliegen de jongen als ze groot geworden zijn in augustus met de anderen mee naar de kust. Waarna ze in najaar en winter de steden bezoeken. Zodra het absoluut zeker is dat ze op eigen benen kunnen staan. En pas als broedvogels zullen ze weer terugkeren naar de plaats van hun geboorte.